Bisschop Anton Hurkmans van den Bosch heeft op doktersadvies zijn taken tijdelijk overgedragen aan zijn hulpbisschoppen Rob Mutsaas en Jan Liese. Hij is oververmoeid. De bisschop heeft aangegeven dat hij de afgelopen twee jaar de grenzen van zijn persoonlijke reserves heeft overschreden. Afgelopen maand had Hurkmans twee keer kort achter elkaar de griep. Hurkmans was in 2007 ook al langere tijd uit de roulatie. Na een hernia-operatie was hij bijna een half jaar afwezig. Hoe lang het herstel ditmaal gaat duren is onduidelijk. Hurkman zal voorlopig niet aan de parade in Den Bos wonen, al dus zijn woordvoerder.